it. I'm alive! Ah, Kletop kan alweer praten. Wat jammer nou, kon hem niet gewoon daar laten? Harm, ga jij met hem nog praten voor de eerste volgende missie? Ja, ja, ja. Ik doe het wel, ik sta er toch voor mijn. Hoe kom je in godsnaam op het dak? Met de ladder. Oh. Ik ben even enemies aan het killen. Is goed, joh. Dit is niet eens de bedoeling, maar ja, boeien. Mooi van Hemlock is een kaart aan het spacen, maar... Hemlock is... moet hij nog eens... Wacht even, je hebt al gezegd dat je... What the fuck? Hm? Ik werd ineens ergens anders naartoe gespawnd, oké. Okay. Power is aan. Oké. Okay. Tijd om ammo te kopen. Ja, dan moeten we toch even wachten tot ammo werkte. Even nog laatst enemy killen, dan kom ik er ook aan. Hoppakee. Vol met ammo. En voor elkaar. Oké, okay, kom maar. Gunshop, was hier ook ergens? Ja, gunshop is waar ik ben. Begin hier vol ammo, rip. Oké, even mijn ammo restocken. Maar ja, je hebt ammo, health, vending machines en je hebt guns. Ik ga geen wapen kopen, want dan is gelijk ons geld weg. Ja, want we delen toch geld als het goed is. Ja. Ja. Het is tijd dat we even hebben gespeeld, dus ja. Sidequest doen van Hemlock? Ja, natuurlijk. Ja, hebben we vorige keer ook gedaan. Daarom. Ja, zo. Je bent veel snel. The best minion ever. Had jij nog meer missions? Play Graveyard Clear Pond. Ja. Laten we eens even kijken. I. Even de quest erbij pakken. Ja, I. Quest. Oh nee, dat is niet quest. Dit is quest. Het is town ain't big enough, dat is de eerste. Wacht, welke is... Welke is ding? De missions is de meest linker. Even kijken, we moeten er even één uitzetten. Als je gewoon welke select, gaan we doen? Dit is town ain't big enough. Uitzetten gaat gewoon op de makkelijke manier, maar ja. Moet even hier naartoe en bullymonks killen. Hier, yeah, bullymonks. Ze komen al. Hou me, red me. Ja. Kom maar. Zo. Zo. Jij hebt zit van afstandje te snipen? Ja, ik ben het afstandje te snipen, ja. Zo. Oké, kom op, laatste bullymon. Daar heb ik hem. Oké. Okay. Ja toch neef. Even looten. Loot is belangrijk. Nu moeten we even naar de poort. Oh wacht, het shield is ook nu een ding, ja. Toch? Shield is gewoon een extra buffer. Het regenerates en het zorgt ervoor dat je niet snel doodgaat. Maar pas je even op, er zit een ding achter in je kont. Daar we gaan. Eén van jou, één van mij. Daar we gaan. Dat was nog een keer te doen. Ik loop naar die vent toe. Ja, ik loop even wat te looten. Oké, okay. Kom ook weer aan. Zo. Collect reward. Ja. Accept dit wapen maar even. Shield favors, bad hair day. We nemen ze gewoon bij. Shield favors eerst, dan doen we bad hair day wel. Dus we gaan eerst side quests doen en dan. Ja. Welke shield favors? Shield favors doen we wel eerst. Ik heb even een wapen kijken of dit is een wapen van 16, dit is een wapen van 12.
Kan ik die weg doen? Drop. Ik vind het zo gek dat jij hier zo uitziet. Drop. Als je dat vindt, moet je het nemen. Waarschijnlijk toch hetzelfde wat ik uit de moment heb. Eigenlijk ben ik toch een hoarder, dus het maakt me op zich niet zo veel uit. Kijk, deze missie is eigenlijk iets heel anders volgens mij, of niet? Nee, je moet er gewoon met de elevator omhoog. Ja, maar het is wel wat anders dan anders. Nogmaals, je hebt geen fall damage, dus dat scheelt echt enorm. Ja, maar ze op zich ook wel nodig in deze. Ik ga vanaf hier een enemy proberen te snipen als ik er een zie. Ah, ik heb hier al een paar gekilled, dus ik wens je veel plezier. Eerst even kijken. Nou, als jij gewoon mijn rug kan dekken. Ze zijn gelijk wel een level tig hoger. Ah. We zijn met z'n tweeën, dus kan mooi toch? En meneer hier speelt vaak Call of Duty, ik niet. Maar niet vaak met een sniper. Maar een sniper zit met mijn sterkste wapen. Ja, natuurlijk. Vergeet je zulke dingen, want dat is story, hè? Zie je hem nog? Ja. Ja. Sniped. There we go. Ah, we zijn aan het snipen en ik ben een beetje gun-ho aan het spelen. Level 4! Same. Door een headshot snipe. Kijk je uit? Ja, kijk wel uit. Hoppa. Je hebt niet de enige die kan gaan snipen hoor. Handgun van 27. There we go. Nou, Ham, loop maar door de fence heen. Minimum incoming. The Call of Booty. Kijk uit. Goed, kom wel goed. Het enige wat ik nodig heb is mijn revolver en ammo. Dat is alles. Ja, op deze buurman is een level hoger dan mij. Ja, nou. Oké. Okay. Ik neem ook even een rustige yes! Retreat. Hey, oké. Okay. Dan er één rond. Hoppakee, ook geen shot. Ja, maar even inlopen. Ik heb ammo nodig. Ja, jij en ik beide. Plug in de fuse. Ja, ik heb de fuse, maar ik ben even aan het klooien met de enemy. Kijk je uit? Ik heel simpel, ik zet dat niet om dat ik aan het sterven ben. Althans nog niet. Wat heb je gedaan? Ja, simpel. Ik denk dat gewoon zometeen wanneer deze missie klaar is, we even gewoon naar de ammo shop weer kunnen gaan om te reloaden. Shit. Money is in het begin toch niet echt een probleem. Nee, daarom. En ik wil even kijken of we hier nog iets konden loot of van belang kan wat anders kan zijn. Meh. Hey Ham. Is dat voor jou? Ja, is goed. Ik heb op dit moment mijn shit helemaal vol, dus ik moet soms toch dingen verkopen. En jij vindt het toch wel fijn om wel flink wat helft te hebben. Oh ja, maar de shield regenerate wel.
Je helft niet. Hup. Zijn ze voor ook al zorgen dat je een beetje fatsoenlijke shields hebt en weinig helft? Ah, dan kan je flink ver komen. Ja hoor, dan kun je echt gewoon, gewoon het spel gewoon makkelijk halen op zich. En pool. En buy a shield, ook al hebben we een shield, maar hij wil een betere shield. Oké. Okay. Ampie? Waarom werkt het niet? Oh, laat maar. Ah, ik heb mijn vingers. Oh, ik dacht dat ik net te snel was. Purchase shield staat er. Oké. Okay. Shop. Even kijken, wat kan ik verkopen? Nee. Oeh, spinnegun. Oké. Okay. Heb jij een beter schild? De charge rate is hetzelfde. Okay. Nee, dat is zo goed voor mij. Dat kom er 14 bij. Dat is een max. Ja. Ik ga er niet 100 euro voor uitgeven van 14. Oh, wacht even. Dus wel, we moeten wel voor, van de game moeten wel een schild kopen. Oké. Okay. En dan koop ik de goedkoopste. My first shield. Oké. Okay. Nou, kunnen we even die kant op gaan hier, hè? Nou, fuck it. Ja, ik vind het fijn dat ik geen fall damage heb. Can you blame me? Niet echt. En loot. Een gigantische man en een klein meisje kwamen de bar in. En belanden op de Noordpool. Ik denk, ja, dat zo, ik denk dat zo Portland is begonnen. Waarom, nee? Ze begonnen in een bar en zeiden van, hey, laten we naar Pandora gaan, geld verdienen. En toen was ze van, ja, geen probleem, laten we dat doen. En toen kwamen we op de Noordpool terecht. Koop jij maar alvast Emma, ik turn wel even in. Ja, is goed. Kijk, het enige wat ik nodig heb is pistol Emma. Zullen we eerst even die Black, die Bad Hair Day doen? Bad Hair Day, ja. Gewoon even Bully Monk verzamelen. Want daar kunnen we een mooie gun voor krijgen. En dan het gewoon af van welke jij liever prefereert. Ja, daarom. Even kijken, waar ben jij nu? Ik was even bij de pistol shop kijken, daar is goed vast. Maar ja, laten we gewoon naar beneden gaan. Wel de juiste missie pakken, hè. Bad Hair Day. En jij Sam Junese? Junese. Hebben we deze al toen de tijd gedaan? Ja, alle missies hebben we toen de tijd wel gedaan met de eerste recording. Het is gewoon niks meer dan Bully Monks killen. Ja, weet je nog? Je moet hem low brengen en dan moet je hem killen met een melee attack. Je weet nog wel hoe leuk dat was destijds. Ik kan me niet eens meer herinneren. Zo lang is het ook niet meer niet geleden dat we het hebben gedaan. Oh, we gaan de hele kant nog op. Fuck. Oh. Hallo. Geen bullymonks hier. Okay. Ik weet nog niet of we gewoon kunnen wisselen van quest. Dat we gewoon meerdere quests tegelijkertijd gaan doen. Dat kan niet. Jammer. Alleen in Skyrim. Dat is jammer. Dus even gewoon hier wat bullymonks killen. En dan gaan we weer terug naar Sir Hammerlock. Dus hoe wil je het aanpakken? Zal ik ze eerst lokken of? Goeie vraag. Kijk wat je doet. Ik breng zo eens even naar jou toe, man. Ik begin een beetje lood te raken. Yo, je bent godverdomme 2 levels. Ik begin helemaal low te raken. Maat, ik heb nog maar 11 HP. Dat zit ik ook op te klooien. La. Nou ja, ik kan mooi even iets uitleggen over wanneer je doodgaat. Als je doodgaat, moet je kan je nog terugkomen wanneer een enemy killed. Ik heb er eentje, jij hebt er eentje. Second one.
Maar alsnog heb ik dat één gebeuren niet gedaan. Pick-up. Nope. Wow! Ja, melee weapon. Mijn reet melee weapon. Oh. Kom hier. Is dat weg? Yes. Oké. Okay. Dat is de eerste. Geen elf? Geen elf. Komt die. Komen er twee aan. Ja, oké. Okay. Ik heb hier wat health, dus ik kan weer helpen. Kijk uit welke, kijk even uit naar welke. Ja, ik zorg ervoor dat ze redelijk op 20% zit of zo. Ah, fuck. Bang! Hey! Ik heb even geen geluk met de bullymong verzamelen, want ik kan ze telkens niet de laatste shot doen. Maar deze maar laat maar laat. Ja. Je hebt full shield. Hop, oké, nog één. Oké. Heel simpel, nu krijg ik Claptrap en Hammerlock die een beetje aan het klooien zijn met elkaar. Mag ik één vraag stellen? Mag ik de sniper hebben? Ja, als jij de sniper wil hebben, dan is dat wapen voor gaan. Dus dan moeten we inleveren naar Hammerlock. Of tenminste iets wat kan je anders krijgen ook weer? Dat is een shotgun of een sniper rifle. Dan gaan we voor het sniper rifle. Oh nee, ja, ze zijn er weer. What the fuck? Dat zijn raks. Raks zijn niks meer dan vleermuizen. Annoying! Ik kan ze voor mij beter neerruimen met de sniper. Oh god, 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 oh god. Haal jij die vleermuizen weg, dan ga ik hem weer niet. Weet je wat, ik ga mijn best doen. Out of ammo. I'm out of fucking ammo. En ik ben out of health zowat, dus... Gaat moeilijk als second wit niet op die manier werkt. Heb je second wind kunnen krijgen? Ja, nu net. Ja, dat zal geluk hebben. Lok jij nog een enemy mee? Ik heb hem! Ja? Okay. Ja, wegwezen. Ik ga naar de cave toe. I'm dead. Ja, precies dus. Be fast, be fast. Ik ben er bij de uitgang, ga even dood. Second wind. Oh goed. Travel commencing in 3, 2, 1, 0. Oh! Dat is een lang wapen voor mij. Heb je ook een geel gewapen, langwerpig? Ja. Zoals een assault rifle met extra spullen op. Heerlijk. Right in level 5. Ja, same. Dus jij wil graag de sniper? Ja. Dus moet je hem inleveren. Aangezien ik een sniper... Jij wil graag een sniper... Ja, voor jou is het best een sniper en een assault rifle. Dat je dat is een beetje makkelijk om te gebruiken. Aangezien de enemies hier nogal graag stilstaan. Ja. Covering? Ja, nee, het zorgt voor dat we niet worden geraakt. Ja. Boink. Neer. Boink. Neer. Ja, hij snapt hem. Waarom schiet je hun nou? Dat is fucking dom als je het doet. Totaal niet, als ik ze killen. Bijna level 5, kom op jullie, nog een paar keer. We zijn level 5. Ik zit een beetje met Hammerlock. Moet ik naar Hammerlock of naar Claptrap? Hammerlock is voor de sniper. Alright. Oh, doe voor barmentering daar, nee, omdat ik die sniper niet wil afgeven. Ja. Is
niet Hammerlock? Hammerlock is degene die een arm mist. Level 5. Ja, doe maar accepteren. Doe maar. Neem, hebben we nog één missie daarvoor en dat is voordat we verder gaan met story, dat is volgens mij iets met Symbosis of zo. Kijk hem. Zet de missie alvast aan. Ja. Ja, Symbosis, die moet hebben nodig. Even kijken. Waar moeten we naartoe? Als je een moment hebt, ik wil eerst even rechargen en even mijn spullen weer restacken. 1. Oh ja, nu hebben we dat ding. I? Wat is die zooi ook weer? Dat je hebt er 5 nu, joh. Dus we moeten. Oh ja, skill points. Skill points, ja. Action skill. Press F to draw a second gun and go nuts. While gun circling your instant and regen 50. Ja, oké. Dit is de enige die op dit moment kan. Gun jerking, ja. Yeah. Oké. Okay. Oké, okay,